rubberen eendjes die kruiden vasthouden, een vergiet gemaakt van een zak, een bananenkussen en een lolly in plaats van een lepel. Leer onverwachte ideeën voor alledaagse voorwerpen in onze nieuwe video. Waarmee tekent Red Hat op een koekje? Ze gebruikt een spuit in plaats van een spuitzak. Vul een grote spuit met glazuur. En teken daarmee op een koekje. Wauw, Samantha wil de nieuwe banketbakkerstechniek uitproberen. Het blijkt heel comfortabel te zijn. Een paar minuten en een fleurig koekje is helemaal klaar. Bloemen in een gewone vaas zijn zo saai. In ons huis draait alles om esthetiek en design. Daarom heeft Rosie een interessantere vaas bedacht. Maak 3 ronde gaten in een mannequinhoofd. Kleur het hoofd zilver. Zet er een fles met water in. Steek bloemen in het hoofd als een vaas. Kijk eens aan, een boeket ziet er veel beter uit in deze vaas. En mijn creativiteit begint te bloeien. Rosie gaat iets koken. Oeps, help! Bloem valt me aan. Maar ik denk niet dat het recept zegt, meng bloem met Rosie. Ze zal het moeten opruimen. Red Hat heeft nooit problemen als deze, omdat ze altijd ziplocks gebruikt voor open pakjes. Snij het kromme deel van een rietje af. Snij het rietje in de lengte door. En sluit een open verpakking ermee af als een ziplock zakje. Meel zal nu niemand meer aanvallen. Het rietje houdt het veilig. Gaat het regenen? Geen zorgen. Rosie heeft een regentent. Maak gaten in een open paraplu met een heet lijmpistool. Steek er plastic haakjes in. Meet de afstand tussen de haken. Maak dezelfde gaten op doorzichtig plastic folie. Doe het plastic op de haken. Als de paraplu gesloten is, verberg je de plastic binnenin. Rosie opent haar wonderparaplu. Ze is zelfs niet bang voor een regenbui. Met deze paraplu blijft ze droog in de regen. Red Hat is ontbijt aan het maken. Klaar met de eieren? Nu gaan we groenten koken. Waar is ze naar op zoek? Badeendjes? Wilt ze echt een bad nemen in deze pot? Nee, het is veel simpeler dan dat. Markeer stippen op rubberen badeendjes. Maak gaatjes met een modelleermes. Vul de gaatjes met zout en peper met behulp van een spuitje. Bedek het gat met lichte klei. Teken ze met een stift. Laat me je voorstellen, mijn eendjes. Zout en peper. En ze zijn experts in hun werk. Om kleine groenten te koken gebruikt Red Hat pothouders. Maak gaten voor water in je siliconen pothouders. Doe er groenten in. Hang de pothouders aan een pot. En dompel de groenten in kokend water. Het is zo handig. Het lijkt op erwten in een warm bad. Ze koken zo goed in de pannenlappen. Het ontbijt is klaar. Mis je gerecht wat smaak? Gebruik wat spray ketchup. Giet ketchup in een spuitfles. Laat een gebakken ei een ketchup douche krijgen. Zo simpel en makkelijk. Rosie rent naar je toe als ze eten ruikt. Ze zal wat kruiden toevoegen aan dit ei als een echte cowgirl. Vul een spuit met mosterd en giet het in een waterpistool. Kokende cowgirl Rosie schiet met mosterd als een pro. Ze beschermt altijd haar smaakpapillen. Rosie gebruikt haar wimperkruller, maar het lijkt erop dat ze haar tong wil krullen. Haal het rubber van de wimperkruller. Knip het door om wat haren te krijgen. Smeer het handvat in met witte lijm en bestrooi het met glitter. Zet het vast met blanke nagellak. Rosie maakt snel en gemakkelijk haar tong schoon met een handig borsteltje gemaakt van een krultang. Was het apparaatje nu en leg het in een lade tot de volgende keer. De nek van Red Hat is gevoelloos. Ze heeft betrouwbare ondersteuning voor haar hoofd nodig. Een schattig banaankussentje zal helpen. Knip een zwemband. Lijm de sneetjes en blaas het op. Markeer het stuk op gele stof. Knip een basis uit.
Naai een banaanvormig hoesje. Voeg details toe met textielverf. Met dit kussen kun je slapen op de meest ongemakkelijke plekken. Vertrouw op deze banaan, hij maakt je dutje gezellig. Gewone stiften zijn niet voor Rosie. Ze wilt overal creatief in zijn. Dus maakt ze een stift van een injectiespuit. Haal markers uit elkaar. Knip de naald van een injectiespuit. Knip het dopje van de naald. Bedek de snee met hete lijm. Steek de punt van de marker in plaats van de naald. Doe de watten erin. Sluit het op en steek de zuiger erin. Mijn vriendin heeft wat vreemde schoolspullen. Laten we proberen te tekenen met haar stift. Het is zo makkelijk. Zelfs een spuit kan leren tekenen. Geen plaats voor spaghetti? Gebruik een waterfles. Doe spaghetti in een plastic waterfles. Samantha komt met een uitstekende oplossing. Nu gaat de spaghetti zeker niet meer stuk. De meisjes kijken naar de treurigste film op het universum. E.T. op de Titanic. Een zee van tranen is gegarandeerd. Gelukkig heeft Red Dead een creatieve zakdoekhouder. Knip een cd-doosdeksel. Maak een lange snede. Bedek de scherpe randen met geknipte rietjes. Kleur de doos in met acrylverf. Leg er een rolletje keukenrol in. Doe het deksel dicht. Rosie ziet de kleurrijke tissuehouder. Wat een leuk idee! Er is tenminste één lichtpuntje in deze wereld van tranen en zorgen. Een luide deurklap is eng voor zwakke mensen. Rosie is geïrriteerd, dus neemt ze wraak op de deur met haar knuffel. Stop sierstenen in een oude knuffel met een ritzak. Rosie is erg nauwkeurig. Deze knuffel is een geweldige deurstopper. De zachte portier houdt de deur voor je open. Redhead praat zo vaak aan de telefoon dat ze hem elke uur oplaadt. Gelukkig staan er altijd flamingo-oplader op de wacht. Verberg de voedingsstekker van een oplader in een rubberen flamingo-speeltje. De oplader ziet er veel beter uit met deze schattige vogel. Er is een saai programma op tv en de afstandsbediening is weer zoek. Ik denk dat ik er maar naartoe moet kijken en leiden. Totdat Rosie opduikt met haar organizer. Naai kussenhoesen en maak berenoren. Naai de mouwen van een oude trui en vul ze met polyestervulling. Knip berenpootjes uit bruin vilt. Bevestig ze aan de mouwen. Voeg viltklauwen toe. Naai elastisch lint aan het kussen. Maak tussenschotten voor verschillende dingen. Naai de pootjes aan beide kanten van het kussen. Bevestig een filterberen snuit. Rosie brengt haar favoriete beer mee. Hij heeft alles wat je nodig hebt. Een afstandsbediening, tractaties en warme berenknuffels. TV kijken met deze beer is veel gezelliger. Rosie bespaart ruimte in de badkamer. Ze heeft een tandenborstel en tandpasta bij zich. Knip een stuk van het handvat van een tandenborstel. Lijm de borstel vast aan een dop tandpasta. Zo is alles altijd bij de hand. En je hoeft niet te zoeken naar een tandenborsteldopje. De meisjes drinken thee met snoepjes. Maar Samantha gebruikt haar lolly in plaats van een theelepeltje. Meng thee in een kopje met een lolly. Gebruik het in plaats van suiker. Samantha laat een nieuwe hack zien. Een lolly is een lepel en zoetstof tegelijk. De thee wordt veel lekkerder. De meisjes doen hun schoenen uit en laten ze vlak bij de deur staan. Straks ligt hier een berg schoenen. Maar Rosie lost dit probleem op. Kleur een ordner met spuitverf. Doe er slippers en platte schoenen in. Een gewone ordner kan je gang en schoenen op orde houden. Redhead doet een luie workout. Een zachte donut rolt er net op tijd in. Wikkel een zwemring in touw. Haal het touw door de lussen. Bedek het hele oppervlak. Bestrijk het bovenste deel van de touw met witte acrylverf. Bevestig de harten van schuimrubber. Redhead gaat zitten op haar nieuwe pofstoel. Zitten op een reuze donut is de droom van een zoete kou die uitkomt. Rosie wil broccoli koken, maar ze heeft geen vergiet. Laten we net voedingszak gebruiken.
Doe broccoli in een schone netstofzak en kook er groenten in. Koken groenten in een netzak is een geweldige hack voor een gezonde en handige voeding. Een hanger met een schoolbord is geweldig voor vergeetachtige mensen. Teken een vijfhoekige stierenkop op de achterkant van een fotolijstje. Zaag het uit met een figuurzaag. Smeer het in met schoolbordverf. Zaag twee houten hangers. Lijm ze erop in de vorm van een hoorn. Hang hoeden en sleutels aan de hoorns van de stier en schrijf de herinnering over wat je mee moet nemen op het schoolbord. Zo vergeet je zeker niet. Rosie's schoolbenodigdhedenbeker is veel te roze. Laten we er een beker voor slimme kinderen van maken. Lijm knoppen van een oud toetsenbord op een schoolspullenbeker. Dit is wat er gebeurt als een toetsenbord een schoolspullenbeker omhelst. De beker ziet er nu wat serieuzer uit. Rosie verpest Samantha's foto met haar potlood. Maar Samantha gumt het uit. En wat als Rosie de gum weghaalt? Dan raakt Samantha ook niet in de war. Ze gumt potloodstrepen uit met een schoenenborstel. Het blijkt dat de suède borstel zowel goed is voor schoenen als voor schriften. Vond je onze rare lifehacks leuk? Schrijf dan in de comments welke jij gaat gebruiken. En vergeet niet deze video een duimpje omhoog te geven, je te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken, zodat je geen nieuwe handige tips en tricks mist op Tjoem Tjoem.